she's leaning at him and has a dollar game and different than the pizza good. Now there's Amazon, Cartagena, or down to Amsterdam, but down to Thomas Canal and has a dollar down to the cars to the pizza good. Find a girl, I'll be the thing, I'll always see. The less the more you die, find a girl, Miss Keen. I'll have elements in the down, don't miss more. The first day of the boot camp. This is our group. Yay. Let's introduce ourselves. Hi, I'm Sam. Hi, I'm Melika. I'm Annika. Jantine. And I'm Lawrence. And we have challenge 4 for the city of Breda. It's called Peaceful Traffic Netherlands. Seeing happy people riding a bike makes people joyful. Whether you are in Amsterdam or in the Vondelpark, or you visit Copenhagen or Berlin, the white bikes are there helping you to discover the city or simply ride from A to B. Even Marrakesh has a white bike plan nowadays. Okay, our challenge, biking for freedom, biking for peace. When more people take the bike, there will be less cars on the roads of Breda. Literally, this means that bikers gain more freedom of movement. Figure relatively difficult. This means less difference in mass and speed all of our road users. Design a surprisingly way to collaboratively show that biking contributes to a safer and peaceful city. Okay, that was the introduction. So now we have to come up with a surprising way to make biking in Breda more interesting. So that's what we're gonna do this week. Hope to see you later. Okay, so we just finished one of the workshops. That was very interesting about, what was it about? It was about concepting and how to brainstorm, so that was interesting. And the next step was to call our commissioner. So we just did that, and it was basically very general. So there was no budget or no, there were no rules or anything that needs to be in the project, so it's very general. So now we know that we're gonna brainstorm, and then we have hopefully some good ideas to work out these couple of days. I can go. The basket on my bicycle is hanging low. It's filled with things that I am bringing to your house. You said some strange things on the phone. I wanna know what they're about. When I get there, you are gone. Your things in boxes on your lawn. And all the books you ever read are stacked upon your steps instead of in your room. And all your shoes are strung out on your neighbor's fence. Among all this, I find a note addressed to me. It says, leave in this place, not by choice, it's my fate. I don't wanna hurt you. Hallo mensjes. Dag 2 van de bootcamp. Ja, en zoals je merkt doen we de vlog nou in het Nederlands. Want we hebben gehoord dat dat mag. En aangezien iedereen nu op Nederlands is, is dat misschien een stuk makkelijker. En dag 2 van de bootcamp. We gaan hard aan het werk vandaag. En we hebben net een energizer gehad. En een hele interessante lecture. En volgens mij hebben we gisteren nog niet verteld van gisteren dat we gebrainstormd hadden en wat de uitkomsten waren. Volgens mij hadden we dat nog niet gedaan. Ja, we hebben 3 mooie gedaan. Ja,
drie molecules en daaruit gaan wij een concept bedenken en opkomen met een leuk product. En daaruit willen we gewoon een hele leuke stoet gaan bedenken voor zaterdag. En dan om fietsen een stuk veiliger en leuker te maken voor Breda. Wat zullen we doen? We hebben net een paar mensen geïnterviewd om te vragen wat zij graag... Waarom ze wel of niet op de fiets gaan. Ja, en... Wat de voor- en tegens zijn, zeg maar. En de meeste mensen zeggen heel veel dat die gejat wordt of lekker band. Maar ook heel veel positieve dingen zoals het is snel en leuk en lekker buiten. En je hoeft niet te wachten, geen vertraging. Maar ook zeggen mensen dat kruispunten niet veilig zijn. Of dat soms automobilisten of zo niet opletten en zo. In het algemeen wel vrij positieve dingen. En van die kruispunten kan zeker de gemeente ook heel wat mee. Ja, dus daar gaan we mee. Daar kunnen we wel op focussen, denk ik. Ja. Echt wel. We zijn nu op het station van Breda en we gaan hier een paar mensen interviewen voor onze onderzoek voor fietsen in Breda, veilig fietsen in Breda voor vrede en vrijheid. Oké, mevrouw. Wij doen ons onderzoek over fietsen in Breda, waarom mensen wel of niet in Breda fietsen. Ja. En wij waren benieuwd waarom jij wel of niet de fiets pakt in Breda. Dat hangt vaak af van het weer. Als het mooi weer is, dan vind ik het wel fijn om te fietsen. Maar als het regent, ga ik liever met de bus. Oké, en als je dan een fiets pakt, wat zijn dan meer de voordelen daarvan? Nou, het is natuurlijk gezond om te fietsen. Je blijft zo in beweging. En als het mooi weer is, dan heb je een mooi uitzicht. Dus dat is wel leuk om een lekker stukje te gaan fietsen dan. Oké, dankjewel voor je antwoord. Alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou mevrouw, wij doen onderzoek over fietsen in Breda en we hebben een paar vraagjes. Waarom fiets jij wel of niet op de fiets in Breda? Ik fiets wel vaak op de fiets in Breda omdat ik het een handig vervoersmiddel vind. Je bent lekker snel, je hebt geen vertraging. Het is gewoon makkelijk om je fiets te pakken en naar je bestemming te fietsen. Oké, hartelijk dank voor uw antwoord. Dank u wel. Graag gedaan. Goedemiddag mevrouw. Hallo, wij zijn van de NAVB en we hebben een paar goede vragen over fietsen in Breda. Ja, we gaan doen op waar we nou wel of niet op de fiets stappen in Breda. Ja. En wat is uw reden om wel of niet op de fiets te stappen? We hebben maar één auto thuis en mijn man die werkt in Rotterdam en ik omgeving Breda Tilburg. En dan is het kist daar. Dan is de fiets makkelijker de fiets. Dan de benenwagen, zeg maar. Okay. Ja. En vindt u het zelf ook leuk om te fietsen? Ja. Oh, okay. Als het een beetje leuk weer is. Oké, bedankt voor uw vraag. Oké, welkom op dag 3 van de bootcamp. Ja, we hebben er weer zin in. Laatste dagje. Ja, we zijn vandaag begonnen met een lecture over hoe business canvas model kunnen toepassen. Daar hebben we gisteren al een beetje aan begonnen. Gaan we vandaag verder uitwerken, dus dat gaan we vandaag doen. En dat komt op onze poster en dat gaan we dan uiteindelijk hier ophangen. En wie weet mogen we dat pitchen voor de burgemeester om 3 uur, 2 uur? Ja, om 3 uur. Dus nu hebben we dan de brainstorm gehad. We hebben nu de belangrijkste punten. We hebben het concept op papier staan. Dat gaan we nog verder uitwerken vandaag. En dat komt dus op die poster. En daar gaan we vandaag aan werken. Shoes. I run, they run, everybody run, run, and run.
presentatie voor de opdrachtgever. We starten met een korte intro, een soort van debriefing van de opdracht. Wat is de opdracht precies en waar gaan we mee aan de slag? Daarna hebben we een sheet waar we uitleggen wat we tijdens de A-fase bij analyse hebben gedaan, uitgevoerd hebben. Daarna leggen we uit wat we bij Broeder hebben gedaan in de B-fase. De brainstorm, welke woorden van belang zijn en welke kernwaarden hier uit voort is gekomen. Ons concept. Ook uitleg over het concept. Spring maar achterop bij mij. Hoe we hierbij zijn gekomen volgt natuurlijk uit de B-fase bij Broeder. En hier leggen we uit een korte samenvatting van wat houdt ons concept in. En met welke waarden gaan wij dit concept uitwerken. Dan het design, evenveel tekst, omdat we hier eigenlijk alle ideeën en producten geven aan de gemeente die zij in de toekomst of misschien wel over een aantal maanden kunnen gaan gebruiken om mensen meer te gaan laten fietsen in Breda. Onze ideeën, natuurlijk ook even visueel gemaakt om uiteindelijk een tof product neer te kunnen zetten. En de beschrijving van ons eindproduct, omdat alle producten die we hebben bedacht en ideeën niet allemaal realiseerbaar zijn in een aantal dagen, hebben we één activiteit bedacht die al deze producten samenvat, zeg maar, en ons concept toch laat zien. Spring maar achterop bij mij. Dit is donderdagavond vanaf 6 uur, dan starten we onze actie. En dat wordt ook beschreven in deze sheet. Hi! Ja, wij zijn heel enthousiast, want wij hebben net gehoord dat onze poster mogen pitchen aan de burgemeester. Uit de 5 die gekozen worden, zijn wij 1 van de 5. Ja, wij zitten gewoon in de top 5. En hier is onze poster, die zal ons eventjes laten zien. Met onze mooie fiets. Met 4 likes al. Hier zo, ja, de iets onder. Ja! Even kijken of het beeld in de kant is. Prachtig, prachtig. Safer, better for your environment, but it doesn't have to be so dangerous.
boring or uninspiring. How are they looking with the glow? Yeah, this is a resemblance of the cycle path, so that's a big cycle path, and then there will be light dots on there. So you can see the cyclists who are, and the cyclists see where they have to go, and the car drivers can see where the cyclists are. Because they say bike for peace, but it's sort of more bike for safety, isn't it? Yeah, that's how we interpret it. Was it challenged by the amusement park? Yeah. Nice. Thank very important. But that's what really useful is in Breda. A lot of bikes allowed. We asked a lot of people here, and they're all students. I lived here myself for 2 years. Students often don't have bikes on their bikes, and they go to town for drinks and stuff, and cycle out to their mountain bikes. It's a different change also in Dutch cities, because in the former city where I live, everybody's bike with lights, but in Nijmegen, so now the university city, where I come from, nobody. Yeah, I live in Rotterdam, I don't see any lights in there. Like, sometimes I'm just walking around and trying to cross the street, and then I see the cyclists without lights, and they just almost need a bike, so. It's kind of reflection. Make it more. It's difficult to steal a bike if you have to decorate in your own way. It's more of your own, and you actually have the strips that you can put on there. Okay. It's a lot of fun with tonight with biking. And I hope you will hopefully not. Mensen opgetrommeld om met ons mee te fietsen. En Anne en Carmen zijn ook mee daarbij. We have these great, great people who will help us as well. And are you talking to me? Yes, we're talking to you. Introduce yourself. Anne. Why are you joining us? Because you guys are my friends. Because you guys are coming to our prevention, which is on Saturday between 10:30 and 12 o'clock in the Baroness. Yeah, so keep in mind, at the Baroness. Nou, dit was het dan, de Design Bootcamp van 2017. Wij hebben net wat mensen op straat aangesproken of ze met ons mee wilden doen. We kregen 5 keer een keiharde nee in ons gezicht. Kan ook een beetje komen dat het best wel hard regent buiten, dus niet heel raar, maar wel een beetje jammer. Onze intervention, we hebben het heel leuk geprobeerd met de fietsen zo. Het ziet er super gezellig uit. Maar mensen vonden het niet zo gezellig als dat wij het vonden. Ja, maar wij hebben het leuk gehad. Ja. Wij vonden het super leuk. Ja, we hebben het heel leuk gehad. We hebben van elkaars samenwerking er best wel veel van terechtgekomen. Dus het was een productieve week. Maar bedankt en tot ziens. Bye. Bye. Oké, we staan nu op Breda station. We starten nu onze interventie en we willen graag zoveel mogelijk mensen vragen om met ons mee te fietsen zometeen. Voor het project Fietsen in Peace, fietsen voor de vrede en vrijheid. Hopelijk hebben we zoveel mogelijk mensen mee, maar het regent en het is niet zo heel fijn weer, maar we gaan het toch proberen. En we willen natuurlijk ons effect met onze fietsen zo goed mogelijk laten zien op camera, dus we gaan het donker in. Hoi. Dat was Donna, toch? Ja, klopt. Ja. Wij hebben een vraagje aan jou. Wat vind je van deze fietsen? Ja, lekker. Ja, leuk. Zou je ermee gezien willen worden? Ja, zeker. Heb je zelf ook licht op de fiets? Oh, ja, half. Zou je dit leuker vinden? Ja, zeker. Oké.
Nou, ik heb nog één andere vraag. Wil je misschien met ons mee fietsen een stukje? We willen een stukje fietsen voor de camera. En we zoeken mensen om met ons mee te doen. Ja, ik ben met je mee. Leuk, leuk. Top, gaan we doen. Super! Ik weet nog niet waar naartoe, maar dat maakt niet uit, want ik ben wel de weg.